Jongens en meisjes van 16 jaar, vind jij dat dat kindsoldaten zijn? Nee, nee, in Nederland niet. Nee. Omdat D66 wou toch ook de kiesgerechtigde leeftijd verlagen naar 16 jaar, als ik het me goed herinner. Ik geloof het wel, hè? Ja. Maar in ieder geval wil de VVD nu dus 16-jarigen toelaten tot het leger. Daarom, daar zou Tom de Graaf eens een keer... Tom de Graaf doet het trouwens leuk. Tot nu toe. Vrijdag begonnen. Hartstikke goed. Ja, geen klachten. Meteen een weekend erachteraan. Ja. Kan die alles doornemen. Morgen zullen we zien hoe het is. Ja. Het is de eerste krullenbol. Bij mijn weten. In de politiek? Is dat zo? Paul Rozemuller. Rozemuller. Ja. Maar dat zijn designkrullen meer. Dit is nog ongewoon. Maar hè? Tom de Graaf? Tom de Graaf. Nou, die zou eens gaan moeten eten met Hans Dijkstal. Om dat gelijk te leggen. Want een 16-jarige in het leger, die leert hoe die iemand dood moet schieten. Daar gaan die oefeningen over van meet af aan. Hij weet ook hoe die gedood kan worden. Dus dan is het toch redelijk als die zelf tenminste eerst heeft mogen stemmen...